Het is 10 april 2021. Welkom in de podcast. Ik ben Rico Brouwer. Zonder gast. Dit is een soort column met ukulele. Vandaag is de verbindingsmars voor vrijheid georganiseerd door Police for Freedom. Door Dennis. Nou, welkom in de podcast. Het is een pot met een kaars. Gesprek met een kaarslicht. Vol hoop. Met leuke mensen, meestal. Nu even in mijn eentje. Even kijken hoor. Ja, de Mars voor Verbinding. Heet dat? En dan zet ik hem zo op de camera. Ja, hoi, ik ben Rico. Het is 's ochtends vroeg. Er is net in een Telegram groep gezegd. Voor iedereen die van ver moet komen, zeker met het OV, hebben we alvast de eerste aanwijzing voor de locatie. Plan je reis zodat je om 10:30 op Amersfoort, Utrecht of Weesp station kan zijn. Nou, of dat je met de auto komt, dat je ook op die reisafstand zit. Nou, dat komt mooi uit. Almere telt ook, denk ik. Ik was vorige week in Hellevoetsluis en daar kwam ik twee ukulele-spelers tegen, Wijnand en Dennis. En die hebben me ervan overtuigd ook zo'n ding te kopen. Nou zouden ze vandaag weer hun liedje spelen, De politie is je beste kameraad. Maar Wijnand is verhinderd. Privéomstandigheden. Nou heb ik dus een ukulele sinds gistermiddag. Dus ik ga met Dennis dat liedje proberen te doen. Dat is wel anders dan anders, want ik ben journalist. Ik maak verslag van zo'n vrijheidsbijeenkomst, zoals Wijnand dat noemt. Vandaag ben ik dus ook ukulele speler. Dus wil je podcast zien met een ukulele? Ik ga het nu oefenen, zeg maar. Dat is dan je muziekje voor onderweg. Dat is deze podcast. Tussen de liedjes door zal ik je vertellen wat er gebeurde met die demonstratie die geen demonstratie mag heten. De rechtszaak die daar gisteren over gevoerd werd. En dan zie ik je straks waarschijnlijk ergens in het midden van het land. En ik ben die gast met die rode ukulele. Nou, ik zal hem laten zien. Want ik heb hem niet voor niks gekocht. Die dingen zijn niet zo duur. Maar ze zijn waterkanonproof. Kijk, daar. Gemaakt van carbon fiber. Dus niet van hout zoals instrumenten meestal. Dus je zou zeggen dat deze ukulele ook tegen regen kan, bijvoorbeeld. Nou, dat is leuk. Ik heb nog nooit zo'n ding gehad. Tot gistermiddag. En dit is hem dan. Kon kiezen uit rood en zwart. Bij Thoman in Duitsland heb ik hem besteld. Of een rode is misschien wel leuk. Nou, wat blijkt nou? Zo'n ding heeft 4 snaren. En dat zijn de 4 hoogste snaren van een gitaar. Dus dat is hetzelfde als dit. Alleen een gitaar is natuurlijk lager. En dat kan je, als je dat met een capootje doet, op de vijfde fret, dan is dat hetzelfde. Dus op zich, van gitarist moet je wel een eindje kunnen komen. En als je al een beetje grepen weet, dan zou dat op zijn ukulele toch ook moeten kunnen. Nou, dat gaan we dus proberen. Het liedje in kwestie van Wijnand en Dennis is De politie is je beste kameraad. Ja, dat is dus geschreven dan in G, gewoon in een G-stemming zou ik maar zeggen. Want ja, dat is dus een G-noot, maar in ieder geval, dit liedje staat in C en dat kan ook met een mondharmonica. Kijk, die heb ik ook. Een politieauto is ook gestemd in C, kijk maar. Nou, zo gaan we dat dan straks misschien ook doen. Alleen ik heb dus een ukulele speler nodig en ik doe zelf dit ding. Het intro gaat zo. De politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen raad. Kwam de wijkagent laatst langs, ik vroeg heb je me gemist? Hij zei ga je demonstreren, ben je soms een terrorist? De politie is mijn beste kameraad, want hij staat je altijd bij met raad en daad. Daarom groet ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad.
Ja, ik ken het dus nog niet helemaal uit mijn hoofd, dus ik hoop dat Dennis dat dan wel kan en dan zing ik wel met hem mee, zeg maar. De politie is mijn beste kameraad, die soms lekker met zijn wapenstokje slaat. Als je wilt gaan demonstreren, want dat is gewoon je recht, staat het vol met blauwe busjes, wordt de toegang je ontzegd. De politie is mijn beste kameraad, die soms zomaar bovenop je harsen slaat. Daarom mijt ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie was mijn beste kameraad. De politie was mijn beste kameraad, totdat hij zomaar mijn grondrecht heeft geschaad. Toch hoop ik dat hij zich aansluit, want het is nog niet te laat. Dan wordt hij vast weer mijn beste kameraad. Toch hoop ik dat hij zich aansluit, want het is nog niet te laat. Dan wordt hij vast weer mijn beste kameraad. Geen coronahoesje. Dat was een gitaristenhoesje. Nou, dat is dus een ukulele. En ja, we moeten maar zien hoe dat gaat. Maar dit gaat dus om politie die jouw beste kameraad is. En dat is wel een mooi liedje. Want de demonstratie straks, de protestmars, nou ja, de verbindingsmars voor vrijheid, is georganiseerd door een politieagent. En er zijn heel veel politieagenten die wel klaar zijn met die wapenknuppel en zeggen, god, demonstratierecht is best goed in Nederland, best belangrijk. Zo gezegd, zo gedaan. Dennis heeft daar een interview over gedaan in Weltschmerz. En sluit zich aan bij een internationale organisatie, Police for Freedom. Ik meen dat dat is ontstaan in Spanje. Dat is op zich ook wel een mooie plek, want als er ergens politiegeweld is geweest de afgelopen jaren, is het daar wel. En hij organiseerde een mars, een wandeling, zeg maar. Iedereen netjes op afstand, eigen afspraken, mensen die ook de afspraken doen nakomen. Allemaal netjes georganiseerd, aangevraagd in het midden van het land, in Hilversum. De burgemeester vond het nodig dat te verbieden. Daar is een spoedprocedure voor de rechter gevoerd, gistermiddag. De jurist die dat begeleidde was Jeroen Pols. Nou, die ken je wel van Viruswaarheid. En namens die organisatie die dat organiseerde. Wat blijkt nou? Burgemeesters in Nederland schikken zich naar een afspraak gemaakt tussen veiligheidsregio's. De burgemeester was niet zelf in die zitting aanwezig, maar zijn advocaat, denk ik, of woordvoerder, of wie dan ook maar die zaak deed namens Hilversum. Die zei, ja, de coördinatoren van de veiligheidsregio's hebben samen afgesproken dat we categorisch geen demonstraties toestaan als ze zich verplaatsen, als ze dynamisch zijn. Je mag niet lopen in een demonstratie. Waarom werd niet helemaal duidelijk. Maar het zou dus wel op een gesloten plek mogen. Alleen ja, in Hilversum is daar een markt. En deze mensen wilden graag wandelen. Nou, in het demonstratierecht staat niet dat je de vorm daarvan ter keuze is aan een burgemeester. Als je nou maar gewoon netjes schikt naar de omgangsvormen die we hebben. Dus je gebruikt geen geweld en je zingt leuk liedjes. En dan zou dat toch moeten mogen. Nou, die spoedprocedure, de rechter ging mee met de argumentatie van de gemeente Hilversum. Terwijl op datzelfde moment een mars, een fakkeloptocht, in Amersfoort wel was goedgekeurd. Dat is dezelfde veiligheidsregio als die van Hilversum. Dus de verdediging voerde aan, ja, maar we hebben met z'n allen afgesproken dat we geen marsen meer toestaan. Wat raar is, als je dat mij vraagt. Tegelijkertijd in diezelfde veiligheidsregio is er wel een mars aan de gang. Nou, de rechter vroeg ook, van hoe kan dat nou? Nou, dat zou nou worden nagebeld. Althans, de burgemeester kreeg een WhatsApp-berichtje. Tilt waarschijnlijk niet zo aan zijn veiligheid. Nou ja, Dat moet hij dan zelf weten, hè? Vrije keuze. Maar er werd geen contact gevonden met de burgemeester van Amersfoort, wel met zijn woordvoerder. En die zei, ja, nee, we hebben inderdaad de afspraken niet goed gevoerd. Maar de bedoeling is, de intentie van die afspraak is dat marsen niet meer mogen. Nou, ik ga daar toch verslag van doen en het gaat toch door. We weten alleen nog niet waar. Nou is er afgelopen dagen gezegd, het wordt Apeldoorn in online groepen. Apeldoorn zit op slot. Gisteren middag, avond in de krant, dat heel Apeldoorn het hele weekend is afgesloten. Een risicogebied of een noodtoestand of wat voor bevel ze daar ook maar voor gebruikt hebben.
Dus ik achterkant niet zo groot dat het Apeldoorn wordt. Nou, ik ga toch verslag doen. Ik zal je hier ook laten zien wat ik voor spulletjes bij me heb. En welke liedjes ik nog meer geoefend heb. En dan is het misschien wel leuk om nog weer een liedje te doen. Even kijken hoor. Dat is een beetje... Kijk, jij kan dit gebruiken als je onderweg bent naar de locatie. Hè? Ik weet niet welke locatie, maar... Ja, misschien is het al in de buurt. Ik kom in ieder geval met de auto. Dit liedje gaat over Bitcoin. Als de eerste keer die je niet vergeet, toen ik bitcoins in een wallet deed, dat ging te snel. Maar dan doe je het nog een keer en beetje bij beetje leer je het wel. Ik zal je zeggen hoe dat ging. En als jij het dan vertrouwt, dan stap je erin, je kan er weer uit, dus niemand die je tegenhoudt. Maar het is geen goud. Je portemonnee, dat is een heel lang nummer. En de hele wereld ziet jouw adres. En aan wie ook maar jouw geld wil geven, kan je gewoon je nummer geven. Dat netwerk van Bitcoin doet de rest. Via internet naar je wallet gezet, die nummers vliegen heen en weer. Ze gaan blok na blok de ketting op en wat daar staat verandert nooit meer. Er is geen land waar het van afhangt. En als je de wiskunde vertrouwt, dan stap je erin, je kan er weer uit, dus niemand die je tegenhoudt. Maar het is geen goud. In de mijn waar je zoekt en je rekent en hakt, met een videokaart, een nieuw muntje gepakt en wat iedereen deed aan de keten geplakt, die wordt langer zo groot dat het haast niet meer past. En de waarde die stijgt en de winst die je pakt, of dan gaat het omlaag en dan blijft het weer vlak. Geld wordt vrij van de bank met het grootste gemak naar de andere kant van de wereld gebracht. Je hebt Bitcoin en Ripple en Ethereum, Darkcoin en Litecoin, IOTA en M. Vrij van de dollar, de euro, de yen. Geen bank in de wereld meer die het niet kent. Maar het is geen goud. Met nummermunt niks met een bank te maken. En al brengen ze de euro in de knel. Al verbieden ze het goud, al noemen ze je fout. De bank die je vertrouwt, dat ben je zelf. Nou, ik moet maar zien hoe dat dan straks gaat, hè. En of Dennis ook een beetje leuk meedoet, want dit is wel een beetje gedoe. Ja, dit is dus geschreven op gitaar allemaal. Dat is het Bitcoin liedje, die komt morgen misschien ook wel, of straks, ja morgen. Die komt straks misschien ook wel langs. Nou, ik ben dus journalist. Hoe gaat het dan in zijn werk? Als je mij tegenkomt en je wil ook in podcast, je wil wat zeggen. Je wil iets met verbinding vertellen of zo. Nou, dit is wat ik bij me heb. We zien, dus een hoesje in de binnenzak. Ja, tegen eventueel regen of water. Kanonnen, je weet het niet. In dat hoesje zit een opnameapparaatje. En externe microfoons. Nou kijk, die hebben een upgrade gehad. Daar zit nu een soort dode muis omheen, zeg maar. Ja, vaktermen heet dat een dead cat, maar dat is een heel klein poesje. Een wollen mutsje, nou die kan ik dan zo, die heb ik dan zo op mijn rever en die kan ik ook bij jou zo opklikken. Nou, dit ding neemt de hele dag op. Dus als je praat met podcast, dan wordt dat opgenomen. Dat is het ene ding. Wat ik ook bij me heb, is het andere opnameapparaatje. Ja, oud IT'er, dus alles dubbel uitgevoerd. Dat is wat ik onder je neus duw. Eigenlijk is die niet meer nodig. Maar ja, stel dat daar wat mis mee gaat, dan heb ik in ieder geval dit nog. En een camera. Overigens is dit een spatschermdichte camera. Een spat, moet ik zeggen, spatwaterdichte camera. Je zou het zelfs onder water moeten kunnen gebruiken. Nou, hoef ik dat niet per se uit te proberen, meneer met het waterkanon. Als je snel genoeg op de locatie terechtkomt met je tank. Maar je zou tegen water moeten kunnen. Nou ja, maar omdat ik dus die ukulele vast heb, heb ik een tweede camera mee. Ook. Dus als je iemand ziet rondlopen met dit ding, mikkend op de twee ukulele spelers. Dat hoort ook bij de crew. En dan voor, ja, het wordt geen actieding. Het wordt een mars voor verbinding. We gaan gewoon kletsen met elkaar, liedjes zingen. In optocht laten zien dat politieagenten, medisch personeel, mensen gaan in witte jassen komen ook weer. Leraren. Iedereen, de samenleving,
kiest voor verbinding en kiest ervoor om dat te laten zien. En ja, het gaat om verbinding. Het gaat ook om het demonstratierecht. Hoezo mag je niet met een paar honderd mensen over straat lopen om op te komen voor het recht op verbinding? Maar goed, mocht het gedoe worden, dan is er ook nog een action cam. Die kan echt tegen water. Op het moment dat je met dit ding ziet vasthouden, nou, dat is een indicatie dat ik het allemaal een beetje spannend vind. Dat is er ook. En wat heb ik nou nog meer mee? Ja, selfie stick. Dan kan de camera ook een beetje omhoog zo. Dat is er. Oh ja, dit is dan ook wel weer. Daar krijg ik altijd vragen over. Wat is dit nou, Rico? Nou, dat is mijn headsetje. En dat gaat dus niet in je oor, maar dat zit op je jukbeen, op je bot. Dat ding heet een bone connector. Die maakt trillingen en dan klinkt het net als ja, het klinkt gewoon als een headset. Alleen je oren doen het ook nog. Dus je hebt eigenlijk twee geluidsbronnen. Iemand die je belt met dit ding. En iemand met wie je praat op straat of zo. Dus als ik gebeld word, hoef ik niet mijn telefoontje te zoeken. Kan ik gewoon opnemen. En hoor ik ook nog wat er in mijn omgeving gebeurt. Hartstikke handig ding. Bone connector. Dus mijn headsetje. Kan je ook leuk mee hardlopen. Dat is dat. En ik heb nog meer liedjes. Want ja, we zitten te wachten tot de locatie bekendgemaakt wordt. ja. Dus ik werd muzikant de vergissing maakte om politiek te gaan doen. In 2017 kon je op me stemmen. Nou, dat heb je niet gedaan. Daarom zit ik nou hier met journalisten dingen en een gitaar. Maar in 2017 kwam ik een echte muzikant tegen. Harry Loco. En hij had een liedje geschreven over Groningen. Want in Groningen hebben ze die aardbevingen. Nog steeds. Maar dat gaat ook niet weg. Dat gaat ook niet over. En eerst Wiebes en nou de nieuwe ministersploeg. Ze doen er ook niks aan. Ze lossen het niet op. En je kan het niet wegnemen. Maar je kan wel op een integere manier met Nederlanders omgaan. Die schade nu hebben aan hun huis en aan hun veilige leefomgeving. Die ze al jaren en jaren en jaren niet hebben. En waar ze niet voor geholpen worden. Ik denk dat Dennis die wel kan begeleiden. Dit gaat op de muziek van Knockin' on Heaven's Door. En Harry had het geschreven en toen noemde hij het Knock on Politician's Door. En hij vroeg aan mij, oh, misschien vind je het wel leuk om dat te vertalen, want jij doet Nederlandse woorden. En toen werd het klop op de deur van politiek. Mama, de grond onder Groningen beeft. Waar ons huis eerst stevig stond. Ze namen het gas van onder ons mee. Nu is het koud en onze huizen zinken met de grond. Klop op de deur van politiek. Kloppen op de deur van politiek. Klop op de deur van politiek. Want de grond onder Nederland is ziek. Mama, ramp hangt in de lucht. Van winst uit Gronings bloed betaald. Gescheurde muur tegen mijn rug. Wat werd beloofd, moet gedaan. Klop op de deur van de politiek. Kloppen op de deur van politiek. Klop op
op de deuren van politiek. Want het is niet Groningen, de grond onder Nederland is ziek. Het is niet in onze aard om te klagen. Begrijp het goed, maar je kan dit niet vertragen. Maar dit doe je goed, klop op de deuren van politiek. Kloppen op de deuren van de politiek. Nou ja, en dan heb je dus, als de een de ukulele doet, het dingetje erbij. Klop op de deur van politiek. Ja, dus ik doe wel eens activisten dingen en een tijdje geleden was daar die afluisterwet, de sleepnetwet. We gingen met z'n allen het goed vinden dat zonder dat je dat weet de overheid jouw computer mag inbreken en afluisteren. En dat is nu allemaal in wet vastgelegd. Dus ja, ik ben ook benieuwd wat er gebeurt als Dennis belt met iemand anders en zegt, goh, zullen we het daar en daar doen? Of de mensen van Viruswaarheid, dat er in hun computers ingebroken wordt om te kijken wat ze nou allemaal zeggen. Dat mag in ieder geval allemaal zomaar volgens de wet. Nou, daar was ik wel wat kritisch op. Daar kwam dus ook een liedje van. Wat ik niet had bedacht is dat we nu, een paar jaar later, dat demonstratierecht zouden afschaffen. Doet denken aan Woody Guthrie. Die schreef This Land Is Your Land. Dat was een protestliedje in antwoord op God Bless America, wat in Amerika toen geschreven was. En die zegt, wacht nou, het gaat niet om dat bordje van jij mag hier wel en jij mag hier niet. Zo'n bordje waarop staat verboden toegang voor onbevoegden. En aan de achterkant van het bordje, wat ligt daar dan? Wat staat er dan? Maar dat is toch ook je land of zo? Dit is van Nederland en dat is dan ook van Nederland. En dat is net als met die demonstraties. Hoezo mag je wel demonstreren voor dit onderwerp, maar mag je niet demonstreren voor dat onderwerp? Of hoezo mag je wel daar staan demonstreren op een bepaalde afstand en met een bepaald hoeveelheid mensen? Gaat de burgemeester ook bepalen welke liedjes je mag zingen dan? Dus dat was Woody Guthrie maakte daar een protestliedje op en ik vertaalde dat rond die sleepnetwet. Nou, dat is nu wel weer van toepassing. Nou, dat gaat zo. This land was made for you and me. De zon kwam op. Ik zag een draadloos landschap, waar zonder grenzen je vrij van land was. Waar niemand opschreef wat je gedaan had. Waar dit land er ligt voor jou en mij. Ik liep de snelweg, ik liep het zandpad, volgde de sporen van mijn voetstap. Waar op de lijn, waar werd gezongen, laat dit land er licht voor jou en mij. Tot ik online kwam en niet mocht doorgaan, een muur van borden, hier alles afstaan. Daar was dat paspoort, maar dat kon je nog afslaan, zodat dit land weer werd voor jou en mij. Want dit land is jouw land, dit land is mijn land. Van Eemshaven tot in Zeeland, van Den Helder tot in Maastricht. Waar dit land er ligt voor jou en mij. In de schaduw van de stad, oh, in de schaduw van de stad. Waar het om geld gaat, in de schaduw van de stad. In de schaduw van de stad, waar het om geld gaat, om winst van wat van jou en mij online staat. Maar niemand zong meer en ik me afvraag, is dat land dan gemaakt voor jou en mij? Want dit land is jouw land, dit land is mijn land, van Eemshaven tot in Zeeland, van Den Helder
tot in Maastricht. Waar dit land er ligt voor jou en mij. Nou, misschien verzin ik nog wel een liedje. Ik zie je straks, ergens in Midden-Nederland. Maakt ook niet zo heel veel uit waar. Het is voor verbinding. Ik loop met de rode ukulele, ergens in de buurt van de politieagenten, wat mij betreft. Het leukste is natuurlijk interviews maken. Nou was ik in Hellevoetsluis. Met datzelfde setje aan. Met die dopjes op mijn revers en camera. De politie was echt super vriendelijk. We liepen daar ook in optocht. We liepen in een mars. Dat was dan de bedoeling richting het politiebureau. Nou, dat werd dan halverwege de kop ingedrukt. Dat mocht dan weer niet. Maar zo onderweg wandelend. Ik heb toch nog nooit zo vriendelijke, aardige politieagenten gezien. Als die ons daar stonden, ja, bijna naar ons te zwaaien. Ik dacht, als ze zo vriendelijk zijn, dan misschien wil hij wel een praatje maken. Nou, dat was heel eng en dat wilde hij dan niet. Niet met zijn gezicht op camera. Dat wordt vanmiddag wel anders. Ik heb er erg veel zin in. Tot vanmiddag. Niet normaal maken wat niet normaal is. Every nation in every region now has a decision to make. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.